Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op de wolkenfoto veel wolken boven Nederland, maar er zitten ook wel gaten in de bewolking. En dat betekent vanochtend vooral in het zuiden nog af en toe de zon tussen de wolken door. Op de meeste plaatsen is het meest droog, maar in het westen kan een enkele bui vallen. Temperatuur 18, 19 graden bij een matige zuidelijke wind. Vanmiddag trekken de buien over het land, ze komen vanuit het zuiden. En de temperatuur loopt op naar zo'n 20 tot 22 graden. En vanavond klaart het geleidelijk aan van het westen op. De wind die draait naar het westen en is matig rond kracht 4. En de temperatuur daalt naar 17 tot 20 graden. En maandag is een best aardige dag met overwegend droog weer. Een enkele bui kan ontstaan in het binnenland. En een temperatuur van 20 tot 22 graden bij niet al te veel wind vanuit het westen. Dan hebben we dinsdag, woensdag en donderdag wisselvallige dagen. Met vooral dinsdag en woensdag van tijd tot tijd regen en veel bewolking. En ook lage temperaturen van 18 tot 19 graden. Donderdag gaat de temperatuur weer iets omhoog en is er meer ruimte voor de zon. Dit is Diana Woei van Weerplaza.nl.